Oké, dames en heren, leuk dat jullie weer zijn. Dit is de laatste aflevering van NLCS betreft Game of Thrones. In de zin dat wij seizoen 7 gaan bespreken. Misschien komen er nog wat theorievideo's, maar dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Dus ook de laatste aflevering betreft deze serie. Toch? Yes. Nou, begin even met Sun. Hoe vond je er gewoon over het algemeen deze Ik aflevering? vond hem helemaal geweldig. Ik was echt blij dat. Ja, met deze aflevering. Lekker lang. Het was echt op een gegeven moment voor mijn gevoel zat ik halverwege. Maar ik zit nog te kijken hoe lang heb ik nog. Ik denk, zo, ik heb nog meer dan de helft te gaan. Dat was echt heerlijk, heerlijk kijken. En er gebeurde genoeg. Ja, toch wel verhaaltechnisch wel genoeg. Ook qua actie. Wat special effects erin. Nou, ik vond het zeer geslaagd over. Ik was blij dat dit in ieder geval als einde van dit seizoen toch nog wat moois heb meegebracht. Ik was blij dat het geen afkraken was, zeg maar. Daar was ik een beetje bang voor. Oké, jij. Ik ben blij dat er geen cliffhanger is. Ja, als er iets is wat ik echt haat, ja? Dan is het een cliffhanger. Is het nou een week? Dan denk ik nog, nou ja, prima. Is het een jaar? Dan denk ik toch ja? van, Ja. net iets minder prima. Maar ik vond het qua aflevering vond ik de goeie. Ja. Ik vond hem hier en daar heb ik wel mijn vraagtekens, maar daar komen we Ja? straks op terug. Ik zit even na te denken, in principe op ja, John's dood na, heb jij niet zo heel vaak een cliffhanger, volgens mij. Nee, het eindigt altijd met een groot. Iets groots. Meestal zal Daenerys die er iets groots heeft Of een gedaan. hoofd die eraf gehakt wordt, of Ja, een. dus eigenlijk dat. Dus dat... Of een hond die wat Ja. te eten krijgt. Ja. Hey, maar ik vond het zelf ook een interessante aflevering. Veel verhaal. En ik vond het ook wel nodig, want je moest gewoon een Ja. aantal een paar lijnen moesten echt nu gestopt worden. En het raar is, dat hele neervallen van die muur vond ik het minst spectaculaire eigenlijk van die hele aflevering. Ja. Omdat je zo, met die verhalen waren zo sterk, best wel emotie in, dat ik dacht, oh ja, leuk, de muur gaat neer. Ja. Daar geef ik je zeker gelijk in. Bijvoorbeeld met die vergadering, hè, dat al die figuren, nou, dat vond ik ook Ja. prachtig. Dat je Ja. zoveel van die hoofdfiguren bij elkaar ook weer ziet. Ook sommigen die elkaar alweer ja, jaren niet hebben gezien. Nou, dat vond ik echt heel mooi. Die interactie van die mensen. En ik heb het idee van dat had best langer mogen duren. Hoeft niet gewoon, niet Nee. hoeven. Maar wat je zegt, van dat waren ook hele sterke elementen. En dat is Ja. ook het sterke punt ook van de vorige aflevering, ook met die Band of Brothers die dan bij elkaar van die Magnificent Seven, zoals het vaak wordt aangeduid. Yeah. Even die interactie, dat was het leukste. Ik bedoel, de gevechten daar was ook wel aardig, maar juist Ja. die plaagstootjes, Ja. daar geniet je Ik van. vond die muur gerust. Voor mij had die scène best aan het begin van 8 gekund, vond ik. Het Ja. voegde niet, ja, ik bedoel, oké, het voegde het dreigement toe van ze zijn er, maar dat wisten we toch al. Ja. Dus op zich mocht voor mij daar best mee beginnen. Nou, maar ik denk misschien dat dit ook Ja. een beetje is om dat iedereen ook beseft van seizoen 8 gaat niet over van komen ze nu over de muur of wat dan ook. Ze Dit zijn is, er. dit is, die Hebben muur ze was het gewoon kunnen eigenlijk. Ja, vinden? nee, die muur dat was gewoon eigenlijk voor ondergeschikt belang nu. Want Ja. op het moment dat ze aankomen, 5 minuten later, zijn ze er al doorheen. Dus die Ja. muur was En ook geen echt obstakel. perfect glad. Ja, zo. Hij nam zijn tijd wel om het mooi plat te trekken, dat muurtje. Het is echt. En zijn die twee jongens zijn niet dood? Nou, ik hoop het niet. Tormund en Beric. Er moeten nog reuzenbaby's uitkomen Ja, die de maar wereld ook, moeten veroveren. ik zag ze niet dit overleven. Nee, en je zag op een gegeven moment al die trap instorten en Ja, meerdere je figuren naar zag niet hoe ver ze beneden. kwamen. Het was zo'n puin op, je niet zag wie naar wie Dat was. vind ik zo bijzonder. Stel voor dat ze zo doodgaan, dan vind ik het ook wel weer uniek. Dan heb je al heel tijd van die supergevechten gehad dat ze net overleven. En dan gaan ze ook heel simpel Ja, ingestort in muur. en dan is natuurlijk de vraag, zijn zij nog dit groepje wat daar zat? Ik weet niet hoeveel mannen het geweest moet Ja. zijn, maar het hadden Er behoorlijk zaten overweldigings moeten zijn. blijkbaar ook wat Night's Watch bij. Ja, dat zei Ja. hij. Tenzij de Crows. Tenzij die het dan over vroeger Nee, had. volgens mij waren er een Ja, paar maar goed, bij. we moeten toch al een stel figuren hebben Ja. gezeten. Worden die er ook weer bij het leger betrokken? Of voor zijn ze nu niet Nou meer ja, zo als ze de belangrijk? lijken kunnen vinden, dan worden ze Nou, ik zeg ja. opgepakt door de Want ze hebben aardig wat puin zitten erop. Ja, Zoals in een maar meme op internet, dat hij met zo'n schilsnip stond. Tormund, leef je nog? Ja, Echt zo'n ja, pak met sneeuw. ja. Maar Ah. dat betekent dus dat ze misschien zo meteen tegen Tormund weer eens moeten vechten. Brienne Ja, tegen Tormund. dat zou Ah kiks ja! zijn. Ja, dat is dat het bij de doden zit. Daarom. Dus dat is dan, maakt het daar nog enigszins. Ik zou daar heel verdrietig van worden. Maar Hoezo dus dan eigenlijk, weer? we Omdat beginnen. Tormund, die verdient niet zo'n dood. Die Nou, moet okay. tegen een reus vechten. Maar het Ja, leuke oké. is wel dus, eigenlijk zijn we nu begonnen met het einde van Ja. deze serie. Wat we het minst spannend eigenlijk vonden. Ja. Nou, dat is Ja. toch even een beetje een. Ja. Hey, maar dan even gewoon, ja, nou, wat ik toch op het begin. De vergadering. De vergaderingen. Ja, de vergadering. Nou weet ik niet of jullie het eens mee waren. Ik zeg dat Cersei al gelijk bij de eerste aanvang, bij de aanvang van de vergadering,
deze optie gelijk al in werking had gezet. Dus dat heel Jorn, die hele de plaagstootjes, dat het allemaal in scène is gezet. Ja, het zou kunnen. Nou, het had eigenlijk niet anders gekund. Ja. Want ze zaten daar en ze hadden niet onderling nog een keertje overleg van we gaan toch anders spelen. Ja, maar het kan ook best zijn dat het plaagstootje gewoon wel vanuit hem kwam. Zo bedoel je? Zeg maar dat eerste plaagstootje van ik heb je zus. Maar dat voegt helemaal niks toe aan het plan. Nee, maar dat klinkt als Euron zelf. Dat klinkt als Euron. Die gewoon even een messteek van hé, ik heb je zus hè, sukkel. Dat wel, maar ik denk ook juist om juist alle verdachtmaking naar hem toe kwijt te raken. Dus zie je wel, dat is een mafketel. Dan ga je ook niet aan denken dat hij uiteindelijk een dubbelrol speelt. Zou kunnen. Ja. Het zou allebei kunnen, het voegt niet echt veel toe. Nee. Wat jullie wel zijn, en dat vond ik ook wel, dat toen hij eenmaal die undead zag, dat vond ik nu al oké, dat is het ergste wat ik heb gezien. Ondertussen, hij deed het niet op een manier van... Hij zat een beetje liefkozend aan haar. Ja, dat vind ik wel eng, ja. Ja, dus ik ga naar huis. Ja. Oh, dat op zich wel stunt. Dus het was heel, heel grappig hoe die dat, hoe die de figuur Euron heel slecht acteerde eigenlijk. Ja, dat zou je kunnen zien. Het is een beetje alsof je een spin op je hand had lopen. Oh ja, nee, dit vind ik echt eng. Dit vind ik heel eng. Ja. Zo zag het er echt exact uit. Nee, dat was wel leuk uiteindelijk. En dat wel zijn van, doei jongens. Wat je zegt, die interactie die ze in het begin... Begin heel eventjes Brienne met de hound. Dat is ook mooi. Dus ook iets van Brienne denkt van, nou, die hound heb ik een jaar of twee geleden afgemaakt. En hij loopt ineens naast je. Dat is natuurlijk prachtig. Ja. Dat de hound nog eventjes naar zijn halfdode broer nog eventjes gaat. Om te zeggen, dat nou, vond ik een sterke scène. Tussen ons is het nog echt niet afgelopen. Ja, klik even. Wat mooi was, je bent er niet beter op geworden. Nee. Dus dat was ook een heel mooi. Oh, ik vind de hound nou wel langer dan ik dacht. Ja. Dat viel ook op. Als je hem naast de mountain ziet staan, denk je toch van, oh, van best wel mee. Of de mountain is kleiner dan ik dacht, of de hound is langer dan ik dacht. Ja, dus daar zit nog wel een gevecht in die wel best wel gelijkwaardig is. Want de hound is best wel sterk. Ja. Niet zo sterk als de mountain, vooral niet nu dat hij een zombie berg mag hebben. En dat viel ook voor Qyburn, hoe die zo heel relaxed, iedereen was bang en hij heel geïnteresseerd was die. Ladies, you should find a man that looks at you like he looks at the hand. Yeah. Ja, dat was echt wel een... Is dat wel aparte dingen? Dus zo doe je dat. Ja. Nee, dus dat vond ik wel, dat was gewoon een leuke scène. Nou, achteraf gezien dus blijkbaar toch een beetje service spel. Dat ze wegliep en dan weer terugkomt. Dat was eigenlijk alleen maar een plan. Al zit er wel een gat in dat plan. Ja, want dat hebben we ook niet voorgehaald. Uiteindelijk... Nee, twee gaten in het plan eigenlijk. Ja, wie was het? Het was... Eerst heb je Theon. Ja. Die gaat achter... Euron aan om zijn zus terug te halen. Ja, en die gaat hem nooit vinden. Die komt er dus of ten eerste achter dat hij niet naar de Iron Islands is, wat meer tijd zou kosten om hem hier een hele pokeiland op. Of hij ziet ze wegvaren en hij ziet, wacht, dat is niet waar mijn huis staat. Ja, dat is de hele verkeerde kant op. Dus daar speelt iets. En dan heb je Jaime nog. Maar... die natuurlijk van plannen weet. Dat, ja, precies. Dat laatste sowieso. En het eerste, die beslissing neemt hij pas als hij op Dragonstone is. Dus die vloot is al weg. Dus hij gaat denk ik eerst gewoon lekker naar huis toe. En ja, maar het is wel een grote vloot. Die zie je. En je hebt hier Dragonstone, hier heb je King's Landing. Je kan het in principe bijna zien. Maar ik denk dat hij gewoon met zijn boot gewoon naar naar Pike gaat. En dan ziet hij, ik zie helemaal geen vloot liggen. Nee, precies. En Pike ligt best dicht bij het noorden. Ja. En dan gaat hij nadenken, er gaat iets fout. En dan moet hij, snel waarschuwen. Ja. Dat zal hij nou wel doen. Hij zal niet slim genoeg zijn om te denken, oh, dat zal de Golden Company doen. Nee, maar dat zal niemand zich erachter zoeken. Nee, dat lijkt me sterk. Maar ik denk ook niet dat ze er iets aan kunnen doen. Ik bedoel, oké, je weet nu dat hij niet doet wat hij doet, wat hij zou gaan doen. Ja, Jamie weet wel dat de Cold Company wordt ingeroepen. True, maar wat ga je er tegen doen op dit punt? Er komt een groep van het noorden, die is al door de muur. Je bent dus al de Sjaak vanaf die kant. Dan komt de Golden Company. Het enige waar je op kan hopen is dat de Golden Company of denkt, ja, fuck dit, ik ga weg. Ja, want hier heb ik me niet voor, of... Weet je, ik sluit me wel bij jullie aan. Omdat Daenerys meer geld of de Iron Bank zegt, ik ga meer achter dat. Maar er zit nog één kwetsbaar punt en dat is dat die vloot moet terugkomen. En op het moment dat die... je kan hem zien. Army, je kan hem één draadje even uitlenen alleen om die vloot een beetje lastig te maken. Hopen dat er geen ballista's op die vloot zitten. Ja, dat is dan. Nee, je moet eraf om die olifanten te vervoeren. Ja. Zie je het al voor je, olifant op die schepen. Nee, maar dat is toch een punt. Maar kijk, wat Cersei ook zei, ze gaat gewoon niet mengen bij dat gevecht. Ze wacht gewoon dat het uitgefokt is. Ja, maar ze verwacht ook niet dat Jaime weg zou gaan. Want die zag wel dat ze echt gechoqueerd was. Ja, en dat is op zich... Ze dacht dat ze dat wel in de... Niemand de zaken zo voor elkaar had, dat ze dat wel... Ja, en dat ze achteraf
ook niet zo slimme set van haar, want hij gaat nu door vertellen wat er gaat gebeuren. Ze jaagt eigenlijk naar een van de meest betrouwbare figuren uit haar omgeving. Ja, ze eigenlijk is de betrouwbaarste figuur is ze kwijt. Ja, op Kymer, ze is de legercommandant kwijt. Ja. Ze is ongeveer de laatste Lannister waar volgens mij elke andere Lannister nog vertrouwen in had kwijt. Want al die banners denk ik niet dat die echt blij zijn met Cersei. Ja, maar die zullen volgen uit angst, maar niet uit... En het is als goed is de vader van haar kind. En het is de vader van haar kind. En het is een, nou ja, redelijk genietje op het slagveld. Ja, hij heeft geleerd. Laat ik zo zeggen, in het begin was niet zo slim. In het begin niet, maar hij is doorgegroeid tot... Dit is zomaar slimmer. Het enige waar hij bang voor was wat die draken. Nou ja, als je naar de kant van de draken toe en de Dothraki. Ja. Dus als je naar die kant toe gaat, nou... Nee, dus daar zit nog een punt in. Dus ik zie hem nu lekker ook met de groep, de noordelijke groep, lekker meedoen. Lekker knus. Ja, dat, ik denk er nog een licht twijfelgeval is, als ik heel eerlijk ben. Het zou maar niet zo basis als daar nog... Ja, dat weet ik niet. De mountain opeens tevoorschijn komt... Nee, komt aansprinten. Ik ga... Tuurlijk zou je kunnen zeggen, dat is nu één kamp. Hoe heet het? Stark en Targaryen. Ik denk het wel. Nou, hij heeft de mazzel dat gewoon zijn broertje natuurlijk de hand is. En die kan dan eventueel in bescherming nemen. Ik denk dat Jamie wel volgt. Ja, want de Noord is natuurlijk niet echt blij met Jamie Lannister als hij daar komt. Zeker niet. Jon Snow, die respecteert hem wel. Of nou ja, Aegon Targaryen. Ja, wat ik zeg. Ja, want op zich, dat is... Brienne of Tarth. Nee. Ja, die helpen ze. Hij hebben een beetje mazzel. Ja, maar die heeft niet heel veel te zeggen natuurlijk. Als dat uiteindelijk... Het moeilijke is natuurlijk dat Danny natuurlijk hem als de moordenaar van zijn vader ziet. Dus dat wordt dan maar ze weet zelf ook wel dat het er paar gestorven is. Ja, maar toch wordt dat een lastig puntje. Dat zal een discussie worden à la Cersei, Tyrion. Nou ja, uiteindelijk wat in de eerste paar seizoenen, waar ze dat de hele tijd op gooiden. Je bent eigenlijk niet betrouwbaar, want je vermoordt je eigen koning. Ondanks dat hij heel slecht was. Dus waarom zou je niet nog gezworen om hem altijd te beschermen. Ja, daar wordt ook op steeds op teruggepakt. Kingslayer, nog steeds. Ja. Maar toch denk ik dat de dreiging van de Night King toch groter is dan die vooroordelen van de... Dat is zeker. En daarna zien ze wel... Ja, maar ze gaan natuurlijk ook zien... je komt... Nou, of hij gaat nu eventueel door mensen op. Ik hoop dat hij langs bepaalde banners gaat. Ja, dat zou eventueel kunnen. Maar stel, als hij alleen eraan komt... Wat hebben jou als enige figuur? Wat maakt het nog uit? Nee, maar heeft hij wel zijn eet gehouden. Daar gaat het ook even om. Ja, voor hem. Ja, maar voor hem. Of hij wordt aangenomen, zeg maar. Dat dat doen ze wel. Dat denk ik wel. Uiteindelijk ze willen natuurlijk... Ze hebben toch twee Lannisters erbij. Dus uiteindelijk is dat... De twee Lannisters die het goed kunnen vinden met elkaar. Ja. Dus ik denk dat als je Westeros weer opbouwt, dan kan je het beste wel een paar Great Houses achter je hebben staan. Dat is wel waar. Het helpt dat er nog een paar zijn. Ja. Nee, maar daar zit wel het punt in dat ik denk dat het vaak slim is. Ik hoop dat Jamie... het zou een hele slimme zet zijn. Ja, of het overleeft die slag, dat is wat anders. Dat denk ik niet. Maar... Ik denk dat hij ook een van die... Ja, hij wil graag zo'n heldendood. Ik bedoel, als je een oorlog vecht, wie kan je beter naar jouw kant krijgen dan de opperbevelhebber van de tegenstander? Al is het maar voor in informatie qua troepen, et cetera. Ja, maar dat wordt nog even een puntje. Minder Golden Company dan, maar die hebben we nog niet eens gezien, dus daar kunnen we niet over speculeren. Nee, ik denk dat zo'n company wordt net zo à la Lord of the Rings. Wat we toen zagen bij die laatste end battle. Ik hoop dat ze slimmer zijn. Ik hoop dat ze het boek een beetje aanhouden, want het zijn geen domme mensen. Nee, dat waren gewoon echte troepen. Het betaalt dan wel mooi, maar ik denk dat de Iron Bank toch ook wel ziet van, wacht. Nou, die klopt niet. Daar hebben we het ook over gehad van tevoren. Van, stel voor de Golden Company komt eraan. En die zit pas ook die Undead Army. Die denken, wow, run first. We gaan weer. Ja, want uiteindelijk zijn ze ingehuurd. Dus stel dat ze het echt niet zien zitten, kunnen ze ook zeggen, nou, ik heb je geld terug. Stennis hebben ook een slechte ervaring gehad. Toen op een gegeven moment, die had ook allemaal van die huurlingen. Je hebt ook vanuit Iron Bank. Ja, maar ze waren niet... Niet Gold Company. Nee, want dat is wel... Die staan erom bekend omdat ze nog nooit een contract... Dat is ook een eervol persoon. Ja, nou, en daar kunnen ze dus ook op gooien. Nog nooit, maar nu. Nu wordt het wel bijzonder. Of aan de andere kant, als je geld terugkrijgt, is dan de vraag van... Ben je dan opgelicht? Als je geld terugkrijgt, maar ze komen niet, ben je eigenlijk niet opgelicht. Nee, maar zij weten nog niet dat dit speelt. Nee, dus we speculeren nu is gewoon, zij gaan de dingen van, we gaan de klusje opklaren. Het zou natuurlijk het mooiste zijn, als in Good Guy einde, als de Golden Company het ziet en zegt, dit stijgt boven goud, we helpen het Noorden. En dan zou Cersei helemaal zijn. Ja, dan wordt ze gek. Joran, ik ga mee naar Pike, want ik zit hier niet goed. Nee. Joran, dat zou wat zijn. En dan wordt het de Iron Throne of Pike. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Kijk, uiteindelijk, ik weet niet of ze erop doorgaan, maar de stichter van de Golden Company was natuurlijk ooit een aftak van de Targaryen. Ja, maar die hebben wel hekel aan elkaar.
Ja, toen. Ja, toen. We zijn nu generaties verder. Die kennen elkaar al niet meer, zeg maar. Nee, dus, ik ken elkaar al niet meer. Dus het, nee. Zou, het zou leuk zijn als daar nog een twistje in komt. Ja. Maar dan even natuurlijk naar Targaryens. Natuurlijk, Aegon Targaryen. Ja. Fist of his name. Ja, eerst vind ik even heel bijzonder dat dus nu twee broertjes Aegon heten. Dat is gewoon... Ik had toch gezegd, van neem dan een andere naam. Want, ja, stel dat ze al die kinderen het hadden overleefd, dan was het toch Aegon 1, Aegon 2. Maar dat is gewoon dom gedaan door de serie. Ja. En ja, ik bedoel, Aegon is de bekendste naam blijkbaar onder de fans. Dus ze dachten, oh, dat zou wel mooi zijn. Ja, maar die andere jongen was, leeft toen nog niet. Zou hem eigenlijk net zo makkelijk Aemon kunnen noemen? Ja. Dus, net als de meeste uit de Case of Black. Ja. Wel, maar, waar ze voor gingen eerst. Ja, want dat was ik loop met Jairus en Johan. Yeah. Ja. Ik vind het een rare set. Ik had dat... Ik vind het een mooie naam en ik ben een fan van de originele Aegon, maar ja, of het heeft zo'n diepe betekenis van dit wordt een nieuw begin voor de Targaryen dynastie. Dat kan, of ze gaan misschien het woord Faecon op hem gebruiken. Dat zou ook nog kunnen gebeuren. Verder? Nee, dat ze dan denken van, dat Bronn zegt van, hé jongens, het is de zoon van. En dat de anderen zeggen, ja, dat is bullshit, dat is Faecon. Laat maar de zin door. Het gaat die hele twist te gaan van die... Van het boeken in de boeken. Okay. Dat is even wel belangrijk voor de mensen die niet de boeken volgen. In de boeken is ook nog een personage die claimt dat hij de zoon is van Rhaegar. Die het overleefd heeft. Die eigenlijk dood zou zijn in de serie. Ja, maar de zoon van Aelia. Ja, dus eigenlijk, precies. Dus eigenlijk is dat dan de oudste zoon. Waarom Oberyn dood ging. Ja. Dat kind. Dus dat kind heeft het uiteindelijk dan zogenaamd wel overleefd. Is gesmokkeld naar Essos. Is dan teruggekomen met de Colonel Company om dan... Ja, dat is Duncan de Tal en Egg, toch? Want dat is echt de Targaryen. Nee, dat is het voor. Dat is een oude. Dus die komt dan... Hoe heette die ook alweer? Collywood, Colwood. In ieder geval... Ja, zoiets, ja. In ieder geval, die groep gaat dan als het ware terug. Ja. Naar, die heeft dan ook Storm, die heeft dan een Stormlands veroverd. En die wil dan de aanval zetten. En er wordt gezegd van, ja, dat is geen echt Aegon, het is Faecon, het is officieel een Blackfyre. En nou, gaan we heel erg uitgebreid. Maar het leuke is, de serie heeft daar heeft daar niks om gegeven. Nee, nee. En dat schrappen ze, het hele verhaal is zoals ze met zoveel verhaallijnen doen. Dus we gaan ervan uit dat het een echte, sowieso een echte Targaryen. Ja, en dan, Johnny Sneeuw. Weet ik, maar even wat heel belangrijk is. Blackfyre is dus een bastard tak van de Targaryens. Dat is even om te weten. Ze hadden zoveel bastard dat ze hem krijgen... Kadet-takken. Dus daar zit dan het punt. Dus, maar terugkomen op deze serie. Want laten Wil je meer weten? Blackfyre Rebellion. Ja. Google maar. Ja, Google maar. En misschien ook dat wij een keer wat over vertellen. Maar... Ja, ik kan het niet voor ze googlen. Oh. Nee. Dat gaat. Maar even terugkomen dus nu naar de serie terug. Ja. We hebben dus Aegon Targaryen, dat is Jon Snow. Johnny Snow, die vervolgens met zijn tante misschien wat nakomelingen gaat maken. Zijn het Targaryens? Ja, dat kan natuurlijk niet. Als het even zou kunnen, dan zou hij het met zijn grootmoeder doen. Ik bedoel, ze schelen een paar maanden. Ja, nu wel, maar... Ja. Maar Targaryen kennende zou een grootmoeder en een kleinkind 10 jaar kunnen schelen. De vraag van, als zij kinderen zouden krijgen, worden dan weer van die zilverharige... Of welke geen wordt hoog? Ja, welke geen sterker is. Het kan zijn. En krijg je dan een flip of the coin weer? Dat sowieso, dat zit in Targaryen bloed. Ja, maar dat wordt wel spannend. Krijg je dan een idioot of krijg je een... Jon heeft de goede gehad en Daenerys ook wel, maar net iets meer... Dus iets onstabieler, maar omdat hij natuurlijk... Dat meentje bleef op zijn kant. Ja, en Jon is natuurlijk half Targaryen, dus die heeft iets meer... Daar geldt flip of the coin in. Minder voor. En nu normaler. Dus nu heb je een half en een volbloed die samen... Dus een drie ja, maar zo weer uitgedund nu, hè, omdat er nou ook Starkgenen bij komen. Ja, dus ik weet niet of flip of the coin er nog wel werkt. Wat ik dus zeg, dat is dus een half en een volbloed die samen gaan. Dus dan heb je drie kwart. Ik ben een drie kwart bloedje. Ja, dus het wordt nog spannend. Ja, spannend. Ja, we gaan het merken als het weer een Mad King wordt. Dan is het klaar met Westeros. Maar dat gaat sowieso deze serie helemaal niet spelen. Nee. Dat zie je niet gebeuren. Nee. Als het überhaupt overleven. We gaan het merken. Ik hoop het wel. Ja, ik denk gezien dat... Het Hollywood-einde zou zijn dat ze allebei leefden. Ja, maar dat lijkt me geen Game of Thrones-achtig iets. Nee. Hey, Hebben we iets gemist? Volgens mij niet, want even Littlefinger. We hebben heel veel gemist. Oh. Ja, Littlefinger. Dit is een aflevering van 1,5 uur, we gaan langer door ook. Nee, maar Littlefinger, we kunnen niet We moeten langer door, want de aflevering wordt... Laat Sansa toch even zien dat ze er wel uiteindelijk, nu na zoveel afleveringen in het seizoen, want het leek erop dat ze heel zwak stond ten opzichte van Baelish, maar nu liet ze toch wel heel duidelijk zien dat ze exact wist... Ze zei dat ze langzaam leerde en dat ze wel leerde.
Dat laatste spelletje van hem, dat heeft hem zijn nek omgedraaid. Ja, ga nadenken wat de werkelijke reden van die Engelse bedoeling is. En dat hele gesprek met Bran en Sansa en Arya, zodat ze op één pagina zitten, dat hebben ze er dan maar uitgeschrapt. Dan hebben ze geen plot twist gehad natuurlijk. Dus, als kon je dit laatste kon je niet maken, dan was het spel afgelopen. Dus dat was wel leuk juist. En hoe is de eerste kill van Arya uit het naam voor de familie zelfs? Ja. Nee, niet. Jawel. Nee. Ja, de phrase. Phrase, die heb je ook gedaan. Ja, maar die heb ik nooit maar dat opdracht. Is niet uit opdracht, van de familie. Maar het wel zei de Noordse members. Dit was de eerste officiële executie. Ja. Dat is anders, maar het is niet de eerste. Ook al hebben ze niet net Stark papa blij gemaakt. Nee. The one who sentences should swing the sword. Ja, maar dat is wel interessant, want nu zeggen zij zijn dus een twee-eenheid. Ja, ze zijn. Ja, het is een wolfpack. Ja, dat is een pack en dat is eigenlijk ook The lone wolf dies, the pack survives. Het wordt ook nog wat als John komt en zegt, wat heb je gedaan? ik had hem wel nodig. Ja, ik had toch zo'n plan. Nee, want John had zelf al wat graag willen vermoorden. Ja, wat heb je gedaan, Ben Denis? Je gaat één keer naar het zuiden en dit is wat je dat doet. Nou, het is eerder dat hij zegt, hey jongens, dit is jullie nieuwe schoonzus. Dat is meer. Dat is schoonzus slash mijn tante slash we gaan er niet verder op in. Ik hou van haar, punt. En het is ook geen schoonzus meer. Dan wordt de schoonzus. Dit is geen schoonzus, dit is gewoon familie van hem. Ja. Dus helemaal niks schoon aan. Ja, nee, een dubbele titel heb je dan. Dus het is schoonzus van Sansa. Ja, ja, ja. En oud-tante of zo tegelijk. Ja. Ja. Het wordt een hele rare situatie. Nou, uiteindelijk wordt het geen schoonzus. Want als het bekend wordt dat hij dus Aegon is. Dan zijn zij niet. Ja, ze zijn alle familie. Dat zijn wel zijn familie. Ja. Alleen het is neef en nicht. Oh ja, dan, ja, ja, ja. En dan is het dus een aangetrouwde. Aangetrouwde. Dus maar het is wel van aangetrouwde familie. Ja, ja, ja. Ja, en zo komen de Starks toch nog bij de Iron Throne. Ja. En dan degene die het meest benadeeld zijn in het begin, komen op het einde op de troon. Dat zou kunnen. En dan is het... zou het toch Sansa worden? Nee, Sansa. Wie wordt Sansa worden of de Noord dan? Sansa wordt Lady Fyn. Is al Lady Fyn. Is al, dat blijft dan. Ja, wel. En maar... ze is officieel nog steeds getrouwd met Tyrion. Ja, maar daarna met Bolton. Maar die zal niet... sterker zijn dan... Want nee, maar die is dood. Act. Ja, oké. Okay. En die andere nood... Dan is ze een weduwe. Ze is niet ontbonden, die dingen. Want ze zijn alleen dat het is aan de kansen meten, maar het is niet ontbonden. Dat was Nee, maar ik had het idee, omdat het toch relatief veel... in deze serie, en daar heeft George R.R. Martin ook wel daarover duidelijk gezegd, hè, dat hij... Dat hij wel duidelijk wil zien dat er wel sterke vrouwen in zijn. Ja. En vandaar dat dit, nou ja, als Daenerys het niet zou worden of Cersei niet. Kijk dus naar maar één andere Sansa. Brienne of Tarth. Ja. Bam. Die komt niet op duim vrouw. Met de Hound als king. Nee. Hoppa. Dat zou heel raar zijn. The Mountain is Hand of the King. Want die zegt lekker veel. Fuck off. Even maar weer lekker niet, want het is lekker. Gaat het ver? Ja, het gaat ver. Dit is we praten net ook een kwartier over of het nou schoonzus was of schoon. Ja, maar dat is leuk. Dat is wel leuk. Oh, dat is leuk. Dat is een idee achter. Ja. Jij gaat echt gewoon slap houden. Dus jij wil de Mountain niet als Hand of the King hebben. Ben je wel veilig? Totaal niet. Want ik noem Hand of the King als adviseur. Ja. Ja, nou, dus hij adviseert je met ja en nee knikken. Ja, oké, okay, dat heb ik gefukt. Oké, als bodyguard, oké, maar niet als... Moet ik het land plat branden? Ja, daar heb ik niks aan. Weet je wat ik bedoel? Stand vast. Ja. Nee, maar je wilt het nu wel langer maken, maar dan moet je natuurlijk wel kwaliteit... hartstikke. Wat hebben we nog meer dan? Wat er voor kwam? Ik vond die scène wel leuk met Bran. Met Bran en Sam. Bran en Sam, ja. Heb je een visioen gehad? Ja. Gewoon een raven. Ja, dat was heel mooi. En wat dus ook naar voren kwam, is dat Bran wel gestuurd moet kijken waar hij naartoe moet kijken. Dus hij heeft dus een heel palet van beelden, maar hij ziet wel alles, maar hij weet niet wat hij moet zoeken. Ik denk dat dat een beetje een misopvatting was van heel veel kijkers, want hij zei nooit dat hij alles zag. Nee, hij moet hij zei dat hij alles kon. Kan zien, ja. Hij is net een soort internet. Als je weet waar je moet... Hij is Google. Google, ja. Je moet even op zoeken. Oh ja, daar is het. En hij weet ook net zoveel van mensen als Google. Ja. Maar niet alles. Want hij vraagt nog af en toe, want ik weet niet waarom je dat deed. En dat soort dingen heeft hij nog wel een paar keer gezegd. Ja, dat tekst zit hij alleen beelden. Ja. En Sam was een beetje een vies mannetje. Hoezo? Zijn vriendin die vindt iets heel belangrijks en hij doet alsof het van hem is. Want hij zei wel dat hij het had dat gezocht ging toch gevonden. Een beetje smiechterig. Hij zei dat hij het had gevonden, ja. Dat vind ik een beetje smiechterig van onze Sammy boy. Nou ja, dat is misschien wel slecht. Ja. Maar hiervan... En hij doet op het moment dat Gilly het zegt, doet hij alsof het helemaal niet belangrijk is. En hij is het belangrijkste van de hele wereld.
Want hij is nu... Nee, maar hij heeft dus wel geluisterd, maar toen, op dat moment was hij natuurlijk helemaal pissed off over hetgeen... Ja, ik vind het gewoon vies van hem, ik vind het vies. Die arme Gilly kan eindelijk lezen, helemaal blij, ziet ze wat, spreekt ze... Eigenlijk heeft hij hem meer geholpen dan hij denkt. Ja, dat is zeker. Hij kan er heel erg dankbaar zijn voor zo'n vriendin / vrouw. Ja. Maar dan nog is het wel fijn dat hij het wel even, dat het 1-2'tje kwam. Want nu is het wel duidelijk. Het is wel het belangrijkste. Ik heb het idee dat ze dit er geforceerd in hebben gedaan, als ik heel eerlijk ben. Het voegde eigenlijk aan de hele lange verhaallijn niet extra meer toe. Want het was, vond ik al behoorlijk duidelijk. Ja, maar je weet nu ook de naam. Het is een speculatie en het is heel officieel. Maar het is heel simpel. Je wilde gewoon uiteindelijk toch die scène zien. Dat wilden alle fans wel zien. Dus dat is gebeurd. Ja. Dus die bruiloft en die naam. Beetje jammer. Egon gingen, maar... Ja, dat is ook steeds dom, want hij gaat geen... Egon, fifth of his name. Ja, hey, you, is goed, meneer. Dus dat is lastig. Ja. En waar het nu om gaat, is om de bewijsvoering. En dat werd langzaam ook mee naar voren gebracht, want dat had dus die meester genoteerd. Dat zit in die boeken. Ja, dus en dat is wat in begin 8 natuurlijk gaat spelen. En hij is nou de officiële erfgenaam van de troon. Ja, dat vind ik toch, het blijft discutabel. Ik heb er wel over nagedacht. Want Robert Rebellion is wel gelukt. Ja. Ja. Dus de Targaryens waren van de troon afgezet. Ja, maar zij probeert het nu terug te claimen, maar er is van hun kant geen officiële erfgenaam. Want ze zijn afgezet. Het is wel een rebellion, hè? Ik bedoel... Ja, maar later is het officieel de king geworden. Nee, want ze genoeg mensen erkend. Ja. Ja, op zich, daarom zegt ze ook, die Cersei is nog steeds de baas, omdat zij claimt via haar man. Het enige wie haar echt kan dwars zitten is, wat ik zei, dat is Gendry. Maar die heeft geen zin in de troon. Dat weet je niet, omdat hij niet weet hoe ver... Uiteindelijk bepaalt gewoon, je moet me genoeg High Lords achter je hebben staan op het moment dat je klaar bent met de oorlog. Als je in de oorlog zit, moet je gewoon zorgen dat je wint. En dan ben je, dat is uiteindelijk wat het belangrijkste. Degene genoeg schreeuwt. Ja, uiteindelijk zijn er twee lijnen. Kijk, in de Targaryens waren het al die generaties, omdat zij begonnen met draken en niemand anders had zulke beesten. Dus daarom hadden de Targaryens de macht. Ja. Dat is de enige reden. Ja. Was op zich een flinke Trump card die je kon hebben. Een beetje. Ja. Nee, maar uiteindelijk is dat is toen zo gegroeid. Uiteindelijk zijn alle koningen worden via macht binnengehaald. En nu kun je zeggen van, oké, de Targaryens probeert terug te winnen. En dan de Baratheon probeert het ook. Dus je hebt eigenlijk nu twee zeg maar, goedgekeurde lijnen die nog termelijk over elkaar staan. Ja, zouden kunnen, ja. Ja, maar toch blijf ik zeggen dat Gendry geen zin heeft in die troon. Dat denk ik ook niet. Maar het interessante is dat het hele seizoen is het steeds Snow versus Lannister. Mm. Dat is een beetje de grote strijd. En nu komen de Lannisters steeds meer en nu naar de Snows toe. Vind ik ook wel. Ja, nu, maar wat interessant is dat juist Snow's versus Lannisters, en dat zeg maar de War of Roses. En nu zie je dat er twee andere families het overnemen. Nu zie je opeens dat het Targaryens versus de Baratheon is geworden. Ook al zegt ze wel dat ze een Lannister is, maar in feite zij claimt haar titel Baratheon stand. Dus het oude gevecht, waar eigenlijk... Toch denk ik meer Targaryen Lannister, hoor. Ik bedoel, ze is technisch gezien via Baratheon, maar... Alle troepen die ze inzet zijn Lannister. Ja, maar ze kan het alleen maar. Haar bannermen, zoals ze zijn in deze aflevering, waren ook allemaal Lannister. Ja, maar dat is klopt. Dus technisch gezien, ze heeft de troon door haar man. Ja. Maar ze heeft er een Lannister roosje op. Maar dan komt het weer aan gewoon wie claimt de troon. Kijk, de troon die was leeg op het moment dat Tommen zelfmoord pleegde. Ja. En zij claimden gewoon diezelfde dag nog. Ja. En niemand ging er tegenin en is het gebeurd. Klopt. Ja, dat was zeker zo. Ja. Maar er was ook niemand anders op dat moment die dacht van... Nou ja, er zijn mensen die het zouden kunnen claimen, maar niemand durft het. Of de helft weet niet eens dat het zou kunnen claimen. Vaak heb je ook een Queen Regent dan. En zij was wel Queen Regent. Ze was Queen Regent, ze had al een... Ja, maar zou Queen Regent kunnen blijven. Tenminste, officieel had ze Queen Regent moeten blijven. Alleen maar ze herkroonde haarzelf als daadwerkelijk de Queen. En dat is zeer ongebruikelijk. Dat was heel ongebruikelijk, maar dat is natuurlijk de power... De machtsgreep die zij heeft genomen op dat moment. Ja. En er waren op dat moment ook geen andere tegenstanders die dat kon doen. Want die was dan toch aan de andere kant van de alleen maar die ja-knikkers die helemaal zeiden, lang niet. Ja, deze was ook wel de lucht ingeblazen. Dus degene die dacht... Het helpt niet als inderdaad bijna al je concurrentie in de set of Baelor. Dus daar zie ik niet zo'n... we gaan nu toch uitweiden. En dan zullen we nu gewoon even kijken, wat denken wij, wat volgend seizoen... Waar zou het mee beginnen? Laten we dat precies. Dat is leuk, want ik ga niet als vervolg van, van wat we hebben gezien. Ja. Ik denk dat het begint met de aankomst van Jamie. Oké. De aankomst van Jamie, maar dan niet bij John, want John die landt in White Harbor. Ja. Dus dan voegt Jamie zich bij de troepen die over de King's Road gaan.
dat zou Brienne et cetera zijn. Nou, die klikken, ja, en, dus klopt. Dat komt mooi samen. En die gasten, weet nou, die Screamers, die gaat ook over de kinderen. Dothraki. Ja. Ja, en de Unsullied, en de dit, en de dat. Ja, maar de Unsullied zouden niet eens varen, toch? Zeiden ze. Nee, die gaan ook lopen, toch? Ja, maar die anderen zitten op een horse, die zijn veel sneller. Als ze het zouden varen, die gingen snel. Die gingen volgens mij was het die zouden later samen samenvoegen en doorrijden. Met een 2,5 schip. Ja, dat zat ik ook niet helemaal. Maar misschien wel, je hebt ze wat meer bootjes. Maar het begint denk ik met Jaime. Ik denk dat ze de Night King nog niet echt tevoorschijn halen. Want ze hebben nou zo'n imprint gemaakt met hij is binnen. Dat ze nou meer op gaan bouwen vanaf de andere kant. Maar het zou wel raar zijn, want het eerstvolgende zou zijn dat de Night King naar de Carhold ging. Want dat ligt dus ongeveer onder. Yeah. Maar ja, dat zal ook niet een halve aflevering. Hun tempo is lager, maar ze zullen daar toch echt wel iets. Ze moeten toch een keer ergens kunnen aankomen. En de eerstvolgende, want de Night King is niet dom, wordt dan Winterfell. Nou, het lijkt me stug dat ze dat doen voordat iedereen daar is. Nee. Dat lijkt me heel stug. Dus ik denk dat het begint met Jaime. Dan zien we waarschijnlijk wat Jon. Ja. En dan komt Cersei weer in beeld met de Golden Company. En misschien Theon. Die in de gaten heeft dat hier iets niet klopt. Ja, yes, ik denk dat we gewoon die hele eerste aflevering gewoon letterlijk helemaal inderdaad niks van die hele White Walkers gaan zien. Dat je denkt van zo, ik ben wel benieuwd waar ze zijn gebleven, want dat zit in je hoofd als je die eerste aflevering gaat zien. En dat er dus... Nou, ik denk wat jullie zeiden, dat het wel aardig in de buurt komt van... Nee, ik heb een ander uiteraard, dus ik ga zo Nou, ik denk inderdaad... De ijsdraak steekt de Red Keep in de fik. Nee, dat... Dat zou stunt zijn. Dat zou heel stunt zijn. ik denk trouwens wel dat er misschien iets zou gebeuren dat hij iets te zelfverzekerd wordt. Want ook een Night King kan iets te zelfverzekerd zijn. Zoals we diverse figuren in Game of Thrones hebben gezien. En dat hij misschien er alvast op vooruit gaat vliegen. Kijk, zijn leger is heel langzaam. Je zag hem wel al flink vooruit vliegen. Dus als hij vooruit vliegt en hij maakt een foutje, wat ik wil misschien zien gebeuren. Hij gaat ook wat dingen slopen, want dat wil hij. Maar ik denk dat het nu iets te lang goed gaat met de Night King. Dus dan wordt het ook weer tijd dat zij er een beetje in moeten. Ja, hoe mooi zou het zijn als hij achter de vloot van Euron aanging. Dat hij ze zag en dacht, mo! Ja, weg een beetje. Ik denk dat het begint, want dat heb ik laatst toch ontdekt bij de vaste gemeente. Ze beginnen al met iets groots. Dus ik denk gelijk de aankomst van Jon Snow samen met Dany in Winterfell. Daar begint het mee. Met de hele troepen zo. Is dat zo? Ze komen binnen, gewoon binnen. Ze zijn met die reizigers meteen achter de rug. Ja, dat is achter de rug. Gewoon boem, ze komen de poort gaan open, zij komen samen binnen. Dan zijn ook meteen alle troepen daar, hè? Alles. Maar dat is alleen maar tijd om te verspillen, want uiteindelijk hebben ze natuurlijk niet zoveel afleveringen. Nee. En dan zie je dus die dynamiek die je gaat krijgen binnen Winterfell. Wat je eigenlijk met de vergadering had eerst bij deze aflevering krijgen, een beetje daarvan. Gaan we elkaar tegenkomen. Ja. Ik denk dat je dan wel ook op een gegeven moment komt dan... Jaime naar binnen, dat zal ook wel iets gebeuren. Misschien midden in de vergadering dat hij binnenkomt. Ja. Dat zou heel veel impact hebben. Heel veel impact, moet het weer. En Aragorn in Twin Towers. Ja. Het Golden Company zien we nog niet gebeuren. Dat is een twist voor denk ik pas halverwege het seizoen. Je hebt wel kans dat Theon Yara misschien gaat. Dat langzamerhand dat in gang wordt gezet. Precies. En ik denk dat om toch de mars wat te vertragen, dat ze in plaats van dat ze gelijk rechtstreeks naar Winterfell gaan, dat ze misschien nog naar de hoofdgate gaan van de Wall. Dat je nog even net ziet, want die is natuurlijk even uit de beeld geweest, dat die gasten van de Night Watch misschien ook nog wat problemen krijgen. Van de Night Walkers dus? Ja, van de Night Watch. Dus door de White Walkers. Omdat het dan helemaal... Waarom zouden ze lekker langs die muur blijven lopen? Nou zouden die moeten weten dat er wat aan de hand is, want die hoornsignalen gaan helemaal over de muur. Dus daar, maar in ieder geval, die komen in beeld, daar is iets wat er nog gaat gebeuren. Ik denk dan dat als dat gebeurt, dat alles samenkomt op Winterfell. Dat de laatste Crows en troep ook naar Winterfell trekken. Dat Dormund hopelijk ook nog met misschien Beric, maar Beric heeft zijn tijd wel gehad. Ja. Als dat gebeurt, dan denk ik dat echt de hele zooi samenkomt. Dat kan trouwens ook. Dus je hebt die aankomst, of, en dat zou ik niet zo heel leuk vinden, maar aan de andere kant... Zou langzamer zijn. Als Beric en Tormund toch oversneeuw komen, die kans heb je misschien wel. Zo. Maar dan zou het wel een beetje de Hero Shield wel erg sterk worden. Maar ik denk dan, als het een bijeenkomst wordt, dat echt de hele zooi samenkomt op Winterfell. Ja, nou, behalve dan natuurlijk de Cersei. Die blijft lekker wachten. Die hoef ik ook niet in het noorden te hebben. Die mag lekker rotten in het zuiden.
Dus ik denk dat dat, dat zal de eerste aflevering... En dan zou je een War Council krijgen. Ja, en dan komt onze vriend Jami met Let op jullie ruggen. Ja, ja. En dan krijg je... Nee, maar dan wat je dan krijgen, dat is wel interessant. Want dan weten ze niet wat ze moeten doen. Nee, want daar heb je hun en... je troep al weggetrokken, dus het land is al leeg. Ja, inclusief Dragonstone. Ja, dan krijg je de vraag, gaan we Winterfell verdedigen of gaan we ons terugtrekken? En dan valt denk ik Want je kan wel zeggen, Winterfell verdedigen, maar dan moet je van twee kanten verdedigen. Dat ga je nooit redden. Dat is dom, dat kan niet. Nee, maar Cersei gaat niet naar het noorden toe. Die denkt van, we wachten af wie er overleeft en die gaan we... Zelfs als je het verdedigt tegen de Nightwalkers. Ten eerste, je hebt veel te veel troepen om in dat kasteel te kunnen plaatsen. Ja, dat gaat nooit plaatsen. Ten tweede, het is in het midden van een veld, dus het kan omcirkeld worden. Ze hebben een draak, wat ze dan nog niet weten, maar dan kom je snel genoeg achter. Ja. Dus dat zou ik dom vinden. Dan denk ik dat ze terugtrekken, zoals ik al zei, naar de Twins. Als begin. Ja. Dat is wat meer... Kunnen ze een trechtertje maken, soort van? Maar ze moeten in één keer de oorlog winnen. Want is er alleen een losse veldslag, dan hebben ze een probleem. Want dan heeft de Night King een keer zijn aantal troepen weer verdiend. Ze kunnen beginnen met een paar van die generaals uit te schakelen. Dan valt er weer een hele zooi af. Ja, oké. Okay, ja, daar moeten ze het op moeten gooien, sowieso. Je zal de leiders eraf moeten hakken. Ze moeten of in één keer de Night King. Want als de Night King niet doodgaat tijdens de slag, dan kan hij alles wat hij doodgaat, kan hij weer erbij. Maar het wordt waarschijnlijk een luchtduel tussen Jon en of het wordt zo'n duel waarin Danny doodgaat. Ja, gaan we dat nog zien? Gaan we dat überhaupt nog zien in de hele Game of Thrones? Dat Jon op een draak gaat, dat hij dus een dragon rijdt. Ik gok dat het een soort Dance of Dragons-achtige drakengevecht wordt. Ja, maar dat zou wel heel erg ironisch, of tenminste heel erg anti... klimactisch zijn, als ze al die draken maar uit de lucht blijven knallen. Het werd eens tijd dat er gewoon een flinke... Nou ja, maar even dat, dan gaan we verder. Kijk, het wat het meest raar zou zijn, dat is gewoon in de eerste aflevering het hele Great War wordt beëindigd en daarna zijn we weer gewoon terug bij... Vier afleveringen voor Cersei en twee voor de Night King. Ja, dat zou wel heel stunt zijn. Maar dat is niet goed. Hey, ik denk dat we gaan afronden. Okay. We hebben aardig doorgesproken. Zijn we iets vergeten? Nou, als we wat vergeten zijn, zet het dan bij de reacties. Dan kunnen wij er weer op doorgaan. Ja. Nou, wat ik zeg, misschien gaan we even wat theorievideo's even opzoeken. Kijk, we hebben genoeg tijd nu, dus... Dat is ook zo. En ja, de Rhaegar-theorie is op zich nu wel getoond. Maar we zouden misschien er even... Ja, we weten nou toch hoe dat zit. Ik denk dat het een beetje onzin is om daar nog een video over te gaan maken. Maar voor de rest, we zinnen wel wat. Volgens mij is Jon Snow en Targaryen. Ik denk het ook. Mag ik bedanken voor het kijken weer. En zien we ons binnenkort alweer. Yes. Hoi. Doei.